Yo kijkers van deze video, in deze video ga ik jullie laten zien hoe je je zoekpagina of je Google zoekmachine kunt veranderen. Eerst start je Google Chrome, tenminste dat is het programma waarmee ik werk. Ik heb geen idee wat ik moet met Internet Explorer, dan moet je even een ander programma gebruiken. Kijk, zoals je ziet, ik heb een programma gedownload en ik heb per ongeluk aangeklikt dat ik dit als mijn zoekbar wil hebben, als mijn standaard zoekmachine. Nou, eigenlijk wil ik dat helemaal niet, dus ik ga naar dit dingetje, dan ga je naar extra, dan ga je naar extensies, dat is tenminste de manier waarop ik het doe. Even wachten tot de pagina is geladen. Dan ga je naar je instellingen. Dan ga je naar hier. Als het goed is, dan is dit nog goed. Maar dit stond eerst bij mij op My Start Search. Dat moet je zetten op Google. Dan doe je wijzigen. Typ je dit erin. http://google.nl/. Dan klik je op OK. En dan sluit je deze pagina en deze pagina. Als het goed is, dan doet nu Google het, of Yahoo, of wat je ook gebruikt. Als dat niet zo is, dan ga je hier naartoe, naar je start, zoals je net bij mij zag is dat niet gebeurd. Ga je naar appwiz.cpl. Dat klik je aan. Dan gaat hij al je programma's en bestanden en rotzooi openen. Dan zoek je hier zo tussen al je dingen naar je IncrediBar, tenminste dat stond bij mij. Ga je naar op zoek. Ik zie hem hier staan. Dan klik je met je rechter muisknop, klik je op het programma. Dan klik je verwijderen. Dan klik je doorgaan. Dan moet je eventjes wachten. Oké, misschien moet je ietsjes langer wachten, maar dan maar niet. Oké, nu zie je aan het deleten, aan het uninstalleren. Als het goed is duurt dat 1 minuutje of 30 seconden. Je weet niet hoe lang dit gaat duren. Je kan dan even wegklikken. Dan kan je even verder zoeken of je nog programmaatjes hebt die je niet fijn vindt. En dan ga je weer terug. Zoals je ziet is het klaar. Dan klik je op close. Ga je naar Google. En tada, je hebt gewoon een leeg tabblad. Of je hebt gewoon Google Chrome, zoals je zelf wilt. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En waarschijnlijk komen er nog wel meer video's. Maar dat zie ik nog wel of ik daar tijd voor heb en of ik genoeg groene duimpjes krijg. Later.